Soms zie ik fietsers, of ik zie ze niet, want ze zitten helemaal in zwart en die zie je dus echt niet. Hè. Terwijl met die fluohesjes, je merkt meteen mensen op heel grote afstand, doe daar een lampje bij en voor safety zet nog een helm op en het maakt echt een wereld van verschil. Het is al november en de uren licht worden schaars. Snel de boekentas nemen, op de fiets springen om naar de school te gaan. Maar denken de kinderen of de ouders op dat moment wel aan de veiligheid? Joris, ik hoor de kinderen soms al denken, fluo, een helm, is dat echt nodig? Dat is zeker en vast heel erg nodig. Kinderen moeten opvallen in het verkeer om ongevallen te vermijden. Dat willen we als school niet op ons geweten hebben. Dus daarom vinden wij het ook belangrijk om mee te doen aan helm op fluotop. Dan wordt het belang van dat fluovestje eigenlijk nog eens extra in de picture gezet. En hebben jullie verkeerslessen? We hebben verkeerslessen. Het ganse schooljaar eigenlijk, van 1e leerjaar tot en met 6e leerjaar, worden er verkeerslessen aangeboden. Daarin worden ook nog eens het fluovestje, het nut ervan, aangeleerd. Ook de situatie rondom de school, hoe dat ze zich moeten gedragen, wordt aangeleerd, zodat de kinderen zich veilig en goed kunnen verplaatsen naar de school. Ja. Mag ik dan een keer volgen? Je mocht absoluut een keer volgen. Okay. Je mocht mee naar het 2e leerjaar. Waar zou jij stappen als voetganger? Heel goed. Waarom is dat zo belangrijk, zo'n fluohesje? Joris, heel interessante verkeersles. Absoluut, ja. Maar hoe werkt nu eigenlijk helm op fluotop? Wel, elke dag dat de kinderen met een fluovestje naar school komen, verdienen ze een stickertje op hun spaarkaart. Komen ze bovendien met een helm naar school, krijgen ze ook nog eens een extra stickertje op hun spaarkaart. En zo kunnen ze eigenlijk met een volle spaarkaart gratis naar de dierentuin gaan, in Plankendaal of in Antwerpen naar de zoo. Lise, vanmorgen met een fluohesje naar school gekomen. Jullie allemaal je kaart nemen en dan verdienen jullie allemaal een sticker. Oké, dat was al heel goed. Maar ik heb nog een vraag. Wie is er vandaag met een helm naar school gekomen? 1, 2, 3, 4. Die verdienen nog een sticker. Gezien worden is heel belangrijk. Maar jongeren vinden het misschien niet cool om fluo te dragen. En daarom heeft de VSV vorig jaar een actie gelanceerd. Flashing Designers. Met reflecterende kledij ben je reeds zichtbaar vanaf 110 meter. Draag je fluo of lichtgekleurde kledij, dan word je zichtbaar vanaf 35 meter. En met donkere kledij begin je pas zichtbaar te worden vanaf 15 meter. Reden genoeg om campagne te voeren. De campagne houdt in dat de VSV samen met JBC en Torfs jongeren oproept om zelf ontwerpen in te dienen van zichtbare kledij. JBC en Torfs zijn allebei bedrijven die maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen. Dus de veiligheid van onze kinderen ligt ons nauw aan het hart. Bovendien gaan we de collectie creëren samen met kinderen. Dus het is echt een mooi voorbeeld van co-creatie. En we zijn ervan overtuigd dat samen met de kinderen we de hipste en coolste verkeersveilige kledij gaan maken die er is. Werner, een heel toffe campagne, maar wat was het resultaat? Het resultaat was boven alle verwachtingen, Sophie. We hebben ongeveer 1400 bruikbare ontwerpen binnengekregen. Daarvan zijn er uiteindelijk 13 geselecteerd door een vakjury. Fantastisch, gaan we eens kijken? Ja, zeker. Heel diep, Werner. Heel goed. Heel goed. Ja, we hebben een print op. Top. Ja, hè? Ja. Nice. Don't be afraid to shine. Ja. Toffe boodschap, hè? Oh. Hey, dat is top, ja. Voor ruimte reizen, ja. Om op de maat te lopen. En deze is een speciale collectie voor brandweermannen. En Werner, wat vond je ervan? Een heel leuke collectie, ja, Sophie. Ja, super zichtbaar, uiteraard. Kleurrijk. Zit echt aan om te dragen. Dus je moet het niet in de kast laten liggen. Je moet het echt wel dragen om zichtbaar te zijn. Ja, inderdaad. En daarvoor is er natuurlijk ook de Fluodag van XIU op 12 november. Zij willen zoveel mogelijk mensen motiveren om fluo te dragen. En wil je weten wat je kan beleven op die dag? Wel, ga dan naar hun website. Zichtbaarheid is niet alleen belangrijk als het donker is. Nee, het gaat je altijd en het ganse jaar door helpen. En rij je met de fiets? Aan denken, hè? Helm je op! Je kan Kijk Uit ook volgen op deze sociale media.